Goeiedag, mijn naam is Marianne van Bekken en ik ga jullie instructie geven voor het schilderen met shadow painting op canvas. Ik heb daarvoor gekozen een klein 3D doekje 20 bij 20 en ik begin daar met het aanbrengen van een laag primer. Omdat het aanbrengen van de primer een beetje vies werkje is, heb ik handschoenen aangetrokken. Ik breng nu met een grote kwast een stevige laag primer aan. Die primer die vormt een grondlaag op mijn canvas, waardoor de inkt gemakkelijk opgenomen kan worden en ik dus net zo mooi als op papier met shadow painting op canvas kan werken. Ik strijk hem zo alle kanten uit. Zorg dat je een mooie egale laag krijgt op je doek. Ook de zijkanten zijn belangrijk, want onze tekening loopt erover door. Terwijl de primer 2 tot 3 uur ligt te drogen, ga ik mijn tekening vast voorbereiden. Ik ben nu alle overtollige delen van de tekening aan het wegknippen. Zo is het straks gemakkelijker om mijn tekeningen onder in het canvas te stoppen, zodat ik hem kan tekenen. We gaan nu de tekening aanbrengen op het canvas en daar hebben we een aantal dingen voor nodig. Onder andere een tekening en een lampje. Ik schuif de losgeknipte tekeningen achter in het canvas. Plak ze vast met een beetje papiertape. Vervolgens gaan we met de liner de tekening aanbrengen en daarvoor steek ik het lampje achter in het canvas. Ik test mijn liner dat hij goed werkt en ik ga de tekening aan de voorkant van het canvasdoek overnemen. Je zult merken als je op canvas aan het werk bent dat je tekenpuntje wat vaker dicht gaat zitten. Dat komt door de wrijving van het puntje op de canvas. De liner verwarmt en het puntje gaat een beetje dicht zitten. Het is heel gemakkelijk en heel handig om een aantal puntjes extra te hebben bij het werken op canvas. Als ik de hele tekening afgewerkt heb en zoals u ziet heb ik ook over de randen heen getekend, laat ik hem 20 tot 30 minuten drogen. En als die helemaal droog is, dan gaan we beginnen met schilderen. Ik begin eerst met het aanbrengen van een laag water over het hele doek. De ondergrond absorbeert. En als ik nou eerst overal een laagje water aanbreng, dan heb ik meer gelegenheid om mijn inkt mooi in een dunne laag op het doek aan te brengen. Vergeet ook de zijkanten niet. Want die moeten we ook in gaan schilderen. Als nou het hele doek nat is, dan ga ik inschilderen. En bij het schilderen begin ik altijd met de lichte kleur. Omdat als je daar een foutje mee maakt, je altijd nog kunt corrigeren. Bij een donkere kleur is dat veel moeilijker. Ik ga nu beginnen met een lichte kleur. Ik gebruik voor het canvas een wat groter penseel. Nummer 10 of 12 is een prima maat. Ik kies mijn kleur. En ga nu een dunne laag inkt op het canvas aanbrengen. En zoals je ziet, schilder ik ook over de rand. Ik ga nu met donkergroen een schaduw aanbrengen in dit onderste blaadje. Ik pak een dunne penseel, zet daarmee een streek tegen de lijnen aan. En met de grote penseel, die gespoeld is, maar ook heel goed afgedroogd, ga ik de inkt verdelen in het vlak. Na het aanbrengen van de lichte kleuren ga ik vervolgens de rode kleur aanbrengen. Het lijntje, de liner die we getekend hebben, houdt de kleuren heel goed uit elkaar. En het is nu erg gemakkelijk de donkere kleur aan te brengen. De liner is als het ware een dammetje op mijn canvas, waarin ik alles kan schilderen zoals ik dat mooi vind. Als je nou het hele doek hier afwerkt, alle vlakken inschildert, dan ziet het er ongeveer zo uit en dan is de volgende stap
het afhalen van de liner. Als alle liner weggehaald is, dan gaan we accenten aanbrengen met de contourpaint. Ik ga op een nonchalante manier de lijnen trekken. Doe dat alsjeblieft niet te voorzichtig. En ook niet per se de witte lijnen vol tekenen. Moet een beetje een speels effect geven tussen de witte lijnen en de zwarte lijnen. Aanvankelijk liggen ze er bovenop, maar de verf trekt mooi in het doek en wordt straks een gewone platte lijn. Als ik hard druk, dan krijg ik dikke lijnen. En als ik wat zachter druk, krijg je mooie dunne lijnen. Als nou de contourpaint is opgedroogd, dan kun je een beschermlaag aanbrengen met een fixatief. Dit moet nu weer even drogen. En ik hoop dat de instructie duidelijk was. Het schilderij is klaar om op te hangen. En ik wens jullie veel plezier met shadowpainting op canvas.